Een goedenavond. Iedere dinsdagavond zenden wij uit vanuit Freedom Lab in Amsterdam en praten wij met twee topnames. Eén daarvan is vandaag Sander Bubbe. Sander, je bent van The Flow. Dat klopt. The Flow AI op Twitter. Ja. AI verraadt al wat, maar wat doen jullie? We hebben eigenlijk een platform gemaakt waarmee je zelf chatbots kan maken. Conversational AI, zoals dat mooi heet. Dus denk aan chatbots op Facebook Messenger of op je eigen webpagina. Of voice interfaces, zoals een Alexa of iets dergelijks. Nou ja, we hebben eigenlijk een platform gemaakt waarmee je dat heel makkelijk zelf kan bouwen. Je moet je voorstellen dat als je zoiets wil bouwen, dan moet je iets weten van hoe taal, hoe mensen spreken, hoe je taal kan begrijpen. Nou, die technologie, die natural language processing technologie, zoals dat heet, zit allemaal in ons platform. En daarboven hebben we een hele mooie interface gemaakt waarbij je eigenlijk zelf alles kan inregelen. Je kan eigenlijk je hele chatbot ontwikkelen. Je kan hem trainen, dus je kan hem slim maken. En je kan hem vervolgens op Facebook zetten of op Alexa of op je webpagina. Maar is dat echt voor dummies? Dus, want ik hoor veel van dit soort verhalen. En dan, ik zou niet zeggen dat het voor dummies is. Dan moet je echt nog behoorlijk kunnen programmeren om dat voor elkaar te kunnen krijgen. Maar uiteindelijk mensen die zo'n chatbot willen maken, we komen zelf wel even op een paar toepassingen. Het gaat natuurlijk vooral om het vraag- en antwoordspel tussen klant en bedrijf. Hè? Ja. Maar is dat voldoende als je dat kunt? Dan kan je Ik zou niet zeggen dat het voor dummies is. Dus hoe we het zelf een beetje zien is als een soort Photoshop. Nou, Photoshop kan je gebruiken als je er vrij weinig vanaf weet. Maar dan gaan je resultaten ook niet altijd best zijn. Dus je moet wel enig verstand hebben van wat je doet. Maar het is meer van, we voorzien eigenlijk dat het een enorme markt gaat worden. Dus alle bedrijven willen chatbots. Dat zie je nu eigenlijk al gebeuren. En degene die dat gaan maken zijn vooral designers. Dus denk aan de mensen die nu de apps of de webpagina's maken. Die hebben veel verstand van designen, van dingen in elkaar zetten. Maar die hebben niet per se heel veel verstand van machine learning of AI. Dus dat stuk, daar zorgen wij voor. En we maken het heel makkelijk eigenlijk om. Oké, maar je maakt eigenlijk een platform voor ontwikkelaars. Niet voor de eindgebruikers, zeg maar. Voor de gewone webcare types bij een groot bedrijf. Daar is het niet voor. Het is voor designers en developers, zou ik zeggen. Even voor het beeld. De eerste versies, dus bij jullie zit er intelligentie in. De eerste versies van dit soort platforms die ik gezien heb, dan moest je het eigenlijk helemaal zelf scripten. Hè? Ja. En dan was de eerste vraag, zeg maar, hallo, hoe heet je? En dan werd er verwacht dat er een antwoord kwam. En dan zei ik Erwin, hallo Erwin, wat zoek je? Ja. En dat was eigenlijk helemaal een soort beslisboom waar geen intelligentie in zat. Ja. Jij zegt, bij ons is dat anders, want wij begrijpen zeg maar, de taal, we begrijpen de gesprekken. Ja. Is dat, ik weet dat er ook al heel veel open en open source technologie van is. Is dat jullie eigen technologie of is dat beschikbare technologie die jullie hebben ingezet? Het is in principe de manier waarop we het hebben gemaakt is onze eigen technologie, maar het is wel gebaseerd op open source technologie. Je ziet vaak ik kom zelf uit de wetenschap, als mensen een nieuw algoritme hebben bedacht, dan schrijven ze daar een paper over, maar ze publiceren ook meteen die code op GitHub. Dus het is meteen beschikbaar. Nou, die code kun je gebruiken om daar je eigen toepassingen op te maken. Dan is het wat dan het moeilijk maakt, is hoe kun je dat precies inzetten? Wat voor data moet je daarin stoppen? Dat is wat wij doen. Dus we hebben daar een soort bruikbare oplossing voor gemaakt. En dat zit eigenlijk helemaal in het pakket wat je kan gebruiken. Ja, nog even voor dummies, want ik ben geen programmeur en ook geen designer. We krijgen ook nogal wat van dit soort toepassingen. Er zijn ook heel veel toepassingen die draaien helemaal op Facebook. Want Facebook heeft Messenger opengegooid voor. Daar kun je bots op maken. Wat is het verschil tussen wat jullie doen en wat je bij Facebook kan doen? Ten eerste draaien wij helemaal los van Facebook. Dus Facebook is voor ons een kanaal. Dat kun je gewoon aankoppelen en dan zit je bot ook op Facebook. Maar je kan hem ook, dus, zoals ik zei, op een voice interface hangen of op je eigen website. Of je kan zelfs daar een hele applicatie zelf omheen bouwen. Ja, maar er is wel een belangrijk verschil, want veel van die grote jongens die gooien dat nu open. Hè? Waarschijnlijk om een groot gedeelte van die markt naar zich toe te trekken. Ja. Jullie hebben ervoor gekozen om je apart te positioneren. Waarom? We willen ten eerste gewoon niet dat je een soort lock-in krijgt. Dus dat je jouw bot alleen op Facebook beschikbaar is, bijvoorbeeld. Het gevaar is dan natuurlijk als Facebook iets verandert, dan zit je ermee en dan moet je daarin mee. Okay. Plus, we weten natuurlijk niet precies wat er met je data gebeurt. Facebook die haalt al je data binnen. En als jij een bedrijf bent, wil je misschien dat helemaal niet hebben. Dus stel je bent een bank en je hebt een chatbot. Mensen gaan hun contactgegevens, hun
privé-informatie over die chatbot naar je toe sturen. Ja, dat wil niet dat dat in handen van Facebook komt misschien. Dus dat is een van de redenen. Een andere reden is dat je gewoon heel veel kanalen hebt die je ook wil kunnen bedienen. Dus bijvoorbeeld Slack is ook een kanaal of je eigen website. Dus Facebook is een van de plekken waar je opduikt. Ja, en het mooie is, je maakt één keer die bot en dan kun je hem eigenlijk op verschillende kanalen inzetten. En die kanalen, we herkennen ook wat die kanalen kunnen. Dus bijvoorbeeld bij Facebook kun je knoppen toevoegen of plaatjes. Nou, dat kun je dan in onze interface ook allemaal toevoegen. Ja. En als je dat ergens anders, bijvoorbeeld op een voice interface zet, dan kun je geen plaatjes laten zien, maar dan kun je gewoon alleen tekst. Ja. Hey, ik zit in de chatbot groep op Facebook, hè, waar makers met elkaar praten. De indruk die ik daarvan krijg is dat het best wel een drukke markt is. Dat veel mensen het gevoel hebben van hier gaat het gebeuren en hier willen wij een belangrijke speler worden. Hoe kunnen jullie onderscheiden? Ik denk dat ons onderscheidende punt heel erg is dat we focussen op aan de ene kant sterke machine learning en aan de andere kant een hele goede interface. Dus echt, we kijken echt vanuit de gebruiker, vanuit de user experience. Je ziet dat je aan de ene kant heb je platformen die doen veel machine learning, die zijn daar goed in. Dus denk aan de platformen van Facebook of Google of IBM. Maar die doen helemaal niks aan de gebruikerskant. Je moet daar zelf alles helemaal omheen programmeren. Ja. En dan moet je alsnog dus een coder zijn om dat te kunnen doen. En aan de andere kant heb je dus interfaces. Die zijn in principe mooi om mee te slepen, maar daar zit dan weer helemaal geen AI achter. Dus juist die combinatie van die twee en hoe we dat hebben opgelost, maakt van ons eigenlijk wel een unieke speler, denk ik. En dat het eigenlijk een soort toolkit is die je gewoon kan gebruiken als designer, dat je verder nergens druk om hoeft te maken, dat alles daar gewoon in zit. Dat is eigenlijk waar wij echt op richten. Ja, wat ik er nou lastig aan vind, is dat de meeste mensen kunnen überhaupt helemaal niet beoordelen hoe goed zo'n technologie is. Je zegt, wij zijn goed in AI. Ja, ik zou niet weten hoe ik dat zou kunnen beoordelen. Hoe, en dat geldt natuurlijk uiteindelijk voor heel veel mensen die de keuze moeten maken tussen welk, of ze nou met, jij zegt aantoonbaar is Google of IBM of Facebook is heel goed in die AI, maar de user interface moet je allemaal zelf doen. Jullie combineren die dingen, maar hoe kan ik nou beoordelen of jullie daar goed in zijn? Hoe kom ik daarachter? Ja, nou ten eerste, de beste manier is om het zelf te proberen. Je kan bij ons gratis een account aanmaken, dus dat kun je sowieso wel doen. Maar je hebt gelijk, je weet natuurlijk niet precies, als jij een bot maakt, dan ga je veel tijd insteken. Wat is de beste platform daarvoor? En AI en deep learning zijn snel geroepen, hè? Ja. Zijn ook begrippen, zeg maar. En jij zei het al, weet je, het is natuurlijk een enorm populair onderwerp op dit moment. Wij hebben sinds een jaar opeens is dit denk ik de vierde of de vijfde gast die over chatbots kon praten. Ja. Daarvoor nooit over gehad. Nee, het is echt iets van het laatste jaar. Echt iets van het laatste jaar. Hoe kun je nou eigenlijk dat machine learning verhaal, wat ook een woord is wat iedereen gebruikt, iedereen claimt dat toe te passen, net als kunstmatige intelligentie, hoe kun je nou als gewone gebruiker, een bank of een ander bedrijf wat iets met een chatbot zou willen beoordelen? Een van de manieren waarop je dat kan doen is door bijvoorbeeld een pilot te doen en dan gewoon te meten wat je bespaart. Dus dat hebben we gedaan met een pensioenfonds, met ABP. Die hebben een chatbot ingezet voor als je dus vragen hebt over je pensioen of over je gaat verhuizen of noem maar op. En daar hebben ze eigenlijk een aantal processen ingericht bij ons en dat hebben we een aantal weken gedraaid. En zij kwamen gewoon tot de conclusie dat gewoon een enorme winst op tijd was. Puur als je kijkt naar de gemiddelde tijd die het kost om zo'n gesprek af te handelen, die werd gewoon kleiner. Dus dan heb je zeg maar iets tastbaars waar je kan valideren of iets werkt of niet. Dus voor hun is dat in die context een goede oplossing. Omdat ten eerste, ze hebben ook kwaliteit gemeten, dus de kwaliteit ging niet achteruit. Maar de tijd die je per gesprek kwijt was, die werd kleiner. Dus daar bespaar je dan op. Dus dat is één manier, maar dat is dus als je een pilot doet. Maar een andere zal zijn als je meer sales kan genereren of als je Je dingen gewoon kan verkopen. Dus iets anders is dat je gewoon die hele customer journey kun je gaan verrijken. Dus stel je koopt een kaartje voor een film, dan heb je meteen een assistent die jou gaat helpen van je moet nu vertrekken als je op tijd bij die film wil komen. Wil je ook naar deze films, want waarschijnlijk vind je die ook wel leuk. Dat soort dingen kun je dan doen en dan kun je gewoon kijken of je meer verkoopt of tevredere klanten hebt. Maar ik denk dat wel de proof of the pudding is in the eating. Dat zal gaan blijken. Welke platformen zijn goed, welke bots gaan het goed doen. Want als we eerlijk zijn, zien we inderdaad, zeker in Nederland, heb ik nog weinig voorbeelden gezien van bots die echt
waarvan je zegt, hé, die bot die werkt goed. En ja, dat is een beetje mijn probleem de hele tijd. Want iedereen claimt dat dat natuurlijk de toekomst is en dat het allemaal fantastisch is. Maar ik zie eigenlijk alleen maar, laat ik het aardig zeggen, niet optimaal werkende voorbeelden. Nou, dat is natuurlijk ook nog eens het nadeel. Als er allerlei mensen zich hier op gaan storten, dan krijg je ook een stortvloed aan bots die gewoon niet zo slecht niet werken. En dat gaat mensen ook weer, dat gaat ook weer het vertrouwen schaden. Dus ik vrees dat we nogal een beetje een backlash zullen krijgen, maar uiteindelijk geloof ik wel dat deze interfaces zullen blijven. En de spelers die daar gewoon serieus mee bezig zijn. Ja, en even voor, weet je, ik denk dat we daar heel erg over eens zijn. We horen ook ik kan me herinneren, 2 jaar geleden op South by Southwest opeens. Mm-hmm. Hè, was echt de chatbot, kwam opeens op als... Conversational interface. Conversational interface. Ja. Nou, je zei net al touch, spraak, weet je, al die... Ja. De interface gaat natuurlijk naar een compleet nieuwe generatie. Overigens heeft South by Southwest heeft ons benaderd om voor een chatbot te gaan maken. Ja, wat leuk. Ja, dus voor de niet volgende editie, maar waarschijnlijk de editie daarna. Ja, en ik kom nog even terug op die buyer's guide, om het dan maar zo te noemen. Want jullie zijn, weet je, hoe kan je nou beoordelen als je een bot nodig hebt waar je moet zijn? Ja. Wat ik wel interessant vond, jullie zijn door MarTech Advisor, dat is in Silicon Valley, zit in Silicon Valley, werden jullie als best fit beoordeeld en dus in de hoogste categorie, hoger dan Google, Facebook, Microsoft en IBM. Ja, maar hoe beoordelen die dat dan? Want dat is misschien dat zij het antwoord hebben op mijn vraag. Ja, nou, dus dat is een andere bron waar je naar kan kijken. Naar dus zo'n groep die dat serieus gaat beoordelen. Dus die hebben gewoon een aantal criteria. Bijna wetenschappelijk? Of? Ik weet niet hoe wetenschappelijk het is, maar ik weet wel dat ze daar wel een methodiek op hebben gebruikt. Daar hebben ze gewoon een aantal bedrijven, een aantal platformen langs een aantal meetlatten gelegd. En daar gewoon gekeken van, hey, hoe werkt dat? En daar kwamen we heel goed uit. Nou is het wel zo, die guide is vooral voor small and medium enterprises. Ja. Dus dat is wel voor Amerikaanse begrippen, dus dat zouden hier al vrij grote bedrijven zijn. Maar bijvoorbeeld een IBM is denk ik, die zal misschien beter zijn voor hele grote bedrijven. Die zelf een heel ontwikkelteam hebben, die gaan misschien met zo'n IBM. Maar ja, wij zijn gewoon een goede oplossing voor die iets kleinere groep, die iets kleinere bedrijven die gewoon een totaaloplossing willen. En leggen ze iets uit over welke rol bij jullie dan dat deep learning, artificial intelligence, et cetera, speelt. Ja. Want ik heb even gekeken, zeg maar, ik zie in ieder geval dat ik zelf vragen kan instellen. Ik kan ook iets met antwoorden doen, een video laten zien, et cetera. Dat komt voor mij allemaal heel eenvoudig uit. Maar waar komt zeg maar die slimheid die kijken? Ten eerste, ik zal misschien iets nieuws vertellen, maar we gebruiken geen deep learning. Dus inderdaad, iedereen claimt dat ze het doen, maar ik denk dat 90% van de mensen die claimen dat ze het doen, doen het volgens mij helemaal niet. Dat heeft ermee te maken dat je bij deep learning heel veel data nodig hebt. En als je gebruikers zelf chatbots laat maken, dan heb je niet heel veel data. Dus dan heeft het geen zin om deep learning te gebruiken. Dus dit is ook een hype term die mensen vaak tegen aanstellen. Zeker, absoluut. Ja. Dus, maar de rol die de AI nu bij ons speelt, dat zijn eigenlijk meerdere. Eén daarvan is dat gelukkig is dat helemaal geen hype begrip. AI. Ja. Nou ja, kijk, AI is een soort heel brede term. Ja, dat omvat ook, alles. Ja, machine learning is ietsje specifieker en deep learning nog specifieker. Ja. Maar wat wij doen is ten eerste de disambiguatie van de zinnen die de gebruiker zegt. Dus als jij een pizza wil bestellen, kun je dat op honderden manieren doen. Maar die bot moet van alle 100 manieren weten dat hetzelfde betekent. Dus daarom geef je hem een aantal voorbeelden, dan train je hem daarop. En dan gaat hij leren van, oké, wat is het concept pizza? Hoe kan ik dat, wat is kopen? Wat is de relatie daartussen? En om dat te bereiken laat eigenlijk de computer een heleboel teksten lezen. Dus meer dan een mens in zijn leven leest, in principe. Dan laten al die teksten voeren aan die machine. En die machine gaat dan leren van welke woorden in welke contexten voorkomen. Dus pizza bijvoorbeeld en pasta en lasagne zullen allemaal in dezelfde context voorkomen. Dus dan leert hij dat aan op elkaar lijkt. Nou, dat is een soort model wat eronder ligt. En dan ga je dat model nog extra trainen op jouw specifieke taak. Dus als jij in een pizzarestaurant bent, dan ga je daar voorbeelden voor geven. En daar leert hij uit. En dan kun je bepaalde dingen aangeven waarvan je wil weten. Als iemand iets zegt, bijvoorbeeld ik wil een pizza margarita, dan wil je die pizza margarita eruit halen en dan kun je dat meteen bijvoorbeeld naar je database gooien. En onze machine learning leert dus ook om die dingen eruit te halen en te leren wat die entiteiten zijn. Maakt de taal nog uit voor jullie? Op dit moment ondersteunen we geloof ik 6 talen. Dus we hebben een model voor Nederlands, Engels, Frans, Spaans, Duits en Italiaans. Dus die talen ondersteunen we nu. En we voegen talen toe naarmate er vraag naar is. Ja.
Kun je iets vertellen over hoeveel mensen werken nu? Hoeveel klanten hebben jullie nu? Het is een gratis platform. Dus we zien dat we ongeveer elke dag enkele tientallen mensen zich aanmelden. Wat we in ieder geval heel erg leuk vinden, want we doen nog niks aan marketing. Het is echt puur organisch. We hebben nu ongeveer rond de 2000 gebruikers nu. Dus we zijn nu net, geloof ik, een maand zijn we live met het officiële platform. We zitten nu op 2000. We hopen dat nog gaat groeien. Maar we zien nu al dat die gebruikers die we hebben, die komen overal vandaan. Dus dat is Silicon Valley, Europa, maar ook Azië heel veel, Zuid-Amerika. En je zei al, jullie hebben een gratis versie, maar de betaalversie staat geen prijs bij. In welke orde van grootte moet ik dat zien? Het schaalt heel erg op. Dus je moet denken, je begint gratis. En dan ga je iets omhoog als je wat meer wil. Dus zeg maar, alle functionaliteit is beschikbaar. Maar we kijken bijvoorbeeld naar het aantal interacties. Dus als jij een bot hebt die het goed doet. Dus jij kan daar ook geld mee verdienen kennelijk. Dan ga je ons ook iets betalen. Want dan krijgt ons platform veel lood te verduren van jouw bot. Dus daar vragen we dan een bedrag voor. Iets anders is dat we hebben eigenlijk ook een hele klantenservice oplossing erin zitten. Je kan chats overnemen van je bot, je kan alles managen. Ja. Sommige bedrijven willen daar meerdere mensen op hebben. Dus je krijgt ook een aantal medewerkers die je op het platform kan zetten. Als je er meer wil, dan betaal je daar ook iets voor. En de gratis versie die krijgt, dat zit er nu nog niet in, maar die krijgt ook een branding. Als je die weg wil, dan betaal je ook iets. Dus dat is het idee. Ja, een vraag via Twitter van Johan Schaap. Die zegt, hoe goed is de conversational technologie? Dus dat je echt ook vervolgvragen en opmerkingen kunt plaatsen. Een echte dialoog. Komen we daar zo langzamerhand al in de buurt? Of blijft het zo'n toch alsmaar tegenvallende begrijpt? Ja, het ligt aan wat je verwachtingen zijn, denk ik. Als je verwacht dat je een bot kan bouwen die alles aan kan, waar je gewoon een gesprek mee kan houden als je beste vriend. Er zijn wel eens mensen die zeggen dat ze dat gaan bouwen, maar dat is totaal niet aan de orde. Dat gaat je echt niet lukken. Je moet het echt gaan specificeren op een bepaald onderwerp, op een bepaalde context. En binnen een bepaalde context kun je best goed oplossingen verzinnen. Dus ook in ons platform werken we eigenlijk met contexten. En wat bedoel je dan met context? Een heel nauw onderwerp? Ja, een bepaald domein. Dus ja. Stel bijvoorbeeld het bestellen van een pizza of het boeken van een vlucht of het bestellen van bloemen of iets dergelijks. Ja. En daar kun je alle varianten wel bedenken van wat kan er allemaal gebeuren in zo'n gesprek. Maar het moet er wel ergens beginnen dat je al wel weet wat die gebruiker, wat de range van dingen zijn die gebruiker zou kunnen vragen. Hey, is het niet ook een kwestie van het verwachtingspatroon? Zeg maar, zou er niet. Het lijkt wel alsof in veel gevallen mensen willen doen alsof er een mens achter zit. Terwijl ik denk, het is niet veel beter om duidelijk te maken dat het juist geen mens is. Want dan hoef je ook niet datzelfde gesprek te verwachten. Ja. Is het niet, dus als je het positioneert als een zoekopdracht aan een database, bij wijze van spreken, waar je eten uit kan halen, is dat misschien niet een makkelijker ding dan denken van, hey, ik zie hier een poppetje en die gaat vragen, hoe gaat het met je vandaag? Ja, nee, ik ben het helemaal mee eens. Dus ik denk, het is wel goed om bijvoorbeeld de persoonlijkheid kun je toekennen aan zo'n bot. Dat is allemaal leuk. En soms kan het werken. Maar je moet niet gaan verkondigen dat je bot een mens is of ook maar vergelijkbaar daar is. Je moet inderdaad heel erg aan verwachtingsmanagement doen. Dus je moet denk ik altijd zeggen van dit is een conversational systeem. Je kan er tegen praten, het praat terug, maar het blijft een systeem en geen mens. Hey, die natural language processing, dat is ook echt jouw specialiteit. Je werkt ook op de Universiteit van Tilburg, ook in dit vakgebied. Ja. We weten ongeveer waar we nu staan hè, met de toepassingen, de bots en dat soort zaken. Waar zijn jullie mee bezig wat we zeg maar de komende paar jaar tegemoet kunnen zien? In de wetenschap? Ja, waar we erg. Dus op dit platform is het eigenlijk zo, je komt tekst binnen en je kan zelf definiëren van wat die bot terug gaat zeggen. Maar waar ik ook onderzoek naar heb gedaan en waar veel mensen onderzoek naar doen, is juist die hele dialoog in één keer te leren. Ja. Dus je gaat een systeem gewoon voorbeelden geven van hoe mensen met elkaar praten. En dan gaat dat systeem zelf leren hoe die antwoorden moet formuleren. Hoe die beter kan worden. Dus stel, jij geeft weer een antwoord en denkt, hey, dat is geen goed antwoord. Dan kan die weer leren dat niet goed is of wel goed is. Dus we gaan heel erg die end-to-end systemen zien. Die van begin tot eind zo'n conversatie gaan voeren. Ja, en wat zijn daar nu nog de dingen die opgelost moeten worden? Want ik weet je, heel vaak krijg ik bijna het idee van als je dit soort systemen maar genoeg conversaties voert en
Weet je, je weet die loop aan de gang te krijgen van het zelf leren. Dan komen we er vanzelf. Ja. Waar zitten hier de uitdagingen? Ik denk overal. dat is een mooi antwoord. Ja, nee, ja. Ik denk dat dit een belangrijk punt is wat je aanstipt. Want dat is denk ik een misconceptie die heel veel mensen hebben. Ook omdat er in de media en overal wordt over AI gesproken alsof zeg maar elk moment de Skynet zelf aware kan worden en de Terminators door de straat heen lopen. Maar dat is natuurlijk helemaal niet aan de orde. Het is, zeg maar, de machine learning van nu is gewoon... Het leuke is dat iedereen die er verstand van heeft, zegt dit. Ja, ja, maar dat is wel eens frustrerend. Want in de media is er heel erg, omdat het zo leeft, zeg maar, omdat het ook zo aansprekend is, om daar ook iets spannenders van te maken. Maar goed, in die conversational language processing zijn jullie ook nog lang niet zo ver. Nee, je moet echt denken aan, als je dat end-to-end wil leren, dan zit je nu ongeveer op het niveau dat je twee beurten misschien kan doen. En dan is dat systeem de weg kwijt. Precies, dus als je het over dialoog hebt, dan ben je op zo'n klein stukje van waar je wil zijn. Ja. En als je het over dialoog hebt en zeg maar opgeslagen dialogen, zou er niet een partij als WhatsApp, die kent denk ik nog bijvoorbeeld WhatsApp, kent de meeste dialogen denk ik. Ja. Want de meeste dialogen die wij voeren zijn hiervoor niet opgeslagen. Je hebt wel taal, maar het staat in een boek of staat in een artikel, et cetera. Dat is een hele andere vorm, dat is geen vorm van praten, zeg maar. Wat zijn de partijen die dit eigenlijk het beste zouden moeten kunnen? Zijn zij dat of is Google dat omdat hij nou eenmaal al onze zinnetjes in Gmail kent? Nou, ik denk dat er zijn meerdere factoren. Dus één is data. Dat is natuurlijk belangrijk, want je veel data. Maar die data is er volgens mij wel. En die is ook op verschillende plekken te vinden. Dus bijvoorbeeld data die ik zelf heb gebruikt komt van Reddit. Ja. Het grote internetforum. Nou, dat heeft 7 miljard gesprekken of dingen. Of, threads of hoe je het wil noemen. Dus dat kun je allemaal in zo'n systeem gooien en dan kijken wat eruit komt. Maar het probleem is dat de technologie gewoon nog niet zo ver is. Dus wat ik zei, die context, als je helemaal zo'n systeem zelf wil, of zo'n dialoog zelf wil leren, dan houdt zeg maar, het geheugen op, dus een aantal zinnen terug, want die modellen passen dan gewoon niet meer in die computers. Dus je kan enorme servers gaan bouwen om dat beter te krijgen, maar het werkt gewoon nog niet zo goed dat dat je zeg maar, een soort abstractie krijgt. Dus je kan een abstractie krijgen op zinsniveau, maar op gespreksniveau is heel moeilijk. Dus als ik zeg maar nu weer terugkom op iets wat ik 10 minuten geleden heb gezegd, wij kunnen dan wel een gesprek voeren, maar met zo'n systeem is dat heel moeilijk. Ja, dus eigenlijk zeg jij, als ik het even probeer te vertalen, van nou, weet je, razend interessante ontwikkeling en er gebeurt ontzettend veel, maar we staan echt helemaal aan het begin. Ja. En het gaat nu om het managen van de verwachtingen, dat als je zo'n bot zou willen gebruiken die jullie aanbiedt, dan moet je eigenlijk aan iedereen duidelijk maken, het is gewoon een hulpmiddeltje. Ja. Om een gedeelte van de eerste lijn te automatiseren. Maar daarna, zoals je net ook al zei, zul je altijd gewoon iemand aan de telefoon krijgen. Maar die weet dan al, weet je, misschien is je vraag al bijna opgelost. Ja. Maar het gaat echt om het managen van die verwachtingen. Ja, en het gaat ook om toepassingen. Dus er zijn hele leuke toepassingen te bedenken die je op deze manier kan oplossen met conversational AI. Noem eens een paar voorbeelden. Nou, zoals ik zei, je kan een customer journey verrijken. Dus iets wat wij bijvoorbeeld hebben gedaan. Niet weet wat dat is, leg dat even uit. Zeg maar, je neemt de klant mee in een soort ervaring. Ja. Dus bijvoorbeeld wat wij hebben gedaan was een project met Porsche. En daarin was het zo dat iemand keek naar een webpagina van Volkswagen. Want dat valt ook onder hun. En op een gegeven moment kun je zeg maar Volkswagen zelf kun je ze customizen. Ja. En op een gegeven moment ziet het systeem, maar deze hebben we gewoon in voorraad staan. Dus dan krijg je gewoon een pop-up en die zegt, deze hebben we in voorraad, wil je misschien, heb je interesse? Ja. Die is goedkoper, die kunnen we meteen voor je klaarstaan. Nou, dan kan die gebruiker zeggen, misschien wel. En dan stuur je meteen naar Facebook door bijvoorbeeld, als die Facebook heeft. En zeg je, nou wil je een proefrit? Prima, regelen voor je. We zien dat je dichtstbijzijnde dealer, die zit 2 kilometer verderop. Hier is de route naar de dealer, die auto staat over 2 uur klaar. Dan heb je hier nog een route die je kan rijden, een mooie scenic route om je auto uit te testen. Dat is volledig geautomatiseerd. Ja, volledig geautomatiseerd en dan kom je terug en dan kun je zo, je kan het ding tekenen en je kan hem meenemen. Ja. En dan heb je eigenlijk het hele proces heb je eigenlijk geautomatiseerd in de vorm van een dialoog. En ik zie het veel meer in dat soort toepassingen waar de meerwaarde ligt. Je zei eerder over het voorbeeld dat jij noemde, het ging over klein en middelbedrijven. In Amerika is dat een stuk groter dan bij ons, zei jij.
Als je bij ons zeg maar over kleine bedrijven hebt, of laten we onze middelbedrijven nemen, is dat daar ook een geschikt voor? Voor wat, zeg maar, een voorbeeld van een relatief klein bedrijf of een wat hier iets aan zou kunnen hebben? Bijvoorbeeld een restaurant. Stel dat jij een restaurant hebt en je wordt elke avond platgebeld van iedereen die wil reserveren of die wil weten of er nog plaats is. Ja, gooi maar een bot erop en laat die het helemaal maar regelen. En dan kun jij gewoon op je klanten focussen en die bot kan dat helemaal regelen. Ja, want daarvan zeg je dat het eigenlijk zo'n simpel proces dat te automatiseren is. Namelijk iemand belt, het systeem weet dat er nog één tafeltje vrij is voor 3 mensen. Ja, en de rest kan je... Het zijn altijd dezelfde vragen waarschijnlijk. Ja. Ja. Ik wil reserveren voor zoveel personen om die voor tijd. Voor zo laat, voor die dag. Ja. En ja, dat is natuurlijk heel eenvoudig. Ja. En als het lokale restaurant bij mij dat zou willen gaan doen, je zei het is niet echt voor dubbies, maar kunnen ze dan bij jullie ook nog iemand een uurtje inhuren die ze even helpt op gang helpt? Ja, ze kan altijd. Kijk, je moet wel enige technische kennis hebben, denk ik. Als je echt geen technische kennis hebt, dan gaat het je ook niet lukken. Okay. Wat we wel zien is dat ook veel designbureaus nu bij ons die zijn geïnteresseerd om de tool te gebruiken. Er zijn er een aantal die het al gebruiken en dat zou een oplossing zijn. Nu laat je je website bouwen door iemand. En dan ga je gewoon heen en zeggen, hey, bouw jij mijn chatbot en die gebruikt onze tool. Dat is wat het wordt. Ja, als we jou over een jaar weer zouden uitnodigen, waar sta je dan? Dat is interessant, want we zijn momenteel zitten we in een aantal interessante ontwikkelingen. Zoals? Een waarschijnlijke tocht naar het buitenland voor een langere tijd. Dus... waarschijnlijk zitten we in januari in Canada. Dat is allemaal nog niet helemaal... Hebben we een primeurtje, of niet? Ja, het is nog niet helemaal... Maar waarom? Vertel eens, wat is het verhaal? Nou, ook daar zal ik een beetje vragen over blijven, maar... Dat mag. Er is een investeerder en die is daar gevestigd. Nou, dat is een prestigieuze partij en we zien dat Canada is eigenlijk... Op het moment is dat eigenlijk de place to be voor AI. Dat heeft vooral te maken met dat een aantal bedrijven nu massaal daar onderzoeksfaciliteiten openen. Het heeft misschien ook iets te maken met het klimaat in de VS nu, ook qua immigratie en zo. En daar wordt van een grote partij een bepaald iets gevestigd en die willen ons daar hebben. Oké. Spannend. Maar is dat een overname van jullie? Nee, dat is geen overname. Oké. Dus als onafhankelijk bedrijf? Niet zo dat jullie we blijven gewoon ons eigen bedrijf en we kunnen ook na die tijd gewoon weer terug naar Nederland. Ja. Maar de vraag is een beetje... Dus mochten we jou, om terug te komen op de vraag over een jaar bellen, dan is de kans groot dat je in Canada zit. Of ergens anders, ja. het gaat heel snel, dus... Nou goed, dan laat ik de vraag nog iets preciezer zeggen. Als jij nou kijkt naar het tempo van de ontwikkeling en we bellen jou over een jaar... hoe ziet jullie platform er dan uit? Is dat wezenlijk anders dan nu? Ik denk dat het wezenlijk anders is. Het zal wat uitgebreider zijn. Het zal verder gefine-tuned zijn op natuurlijk feedback die we krijgen. De pricing zal helemaal heel erg duidelijk zijn. En het zal gewoon een internationaal platform zijn. Kunnen jullie dat dan opnemen tegen Facebook, Google, IBM? Ja. Je noemde ze al die grote jongens die binnen de comfort op zitten. Ja, ik denk, het is gewoon ik denk dat ook de verwachtingen die je bijvoorbeeld van Gartner ziet, is dat het een enorme taart gaat worden. Ja. En ik denk dat we daar een aardig stuk van kunnen pakken, omdat wij op een heel specifieke niche zitten. Precies. En dan heb je nog dan heb je nog een enorm stuk, zeg maar. Ja. Nou, oké, super. Fantastisch. Nou, dan ga je volgen. Ja, dankjewel. Dank je wel. Ga jij nou eventjes voor volgende week even de interviewbot bouwen? Oké? Jij bent de technische onderlegger van ons. Je kan maar. Dat wij een avondje thuis kunnen blijven. Nou, al die vragen zijn toch altijd hetzelfde. Daar zit ik helemaal niet op te wachten. Ja. Ik vind het veel te leuk. Ja, dat is waar. Ja. Maar we kunnen ook zelf in de kroeg gaan zitten dan. Ja, dat we zelf naar de uitzending gaan kijken. We hebben het wel eens bedacht om hier 2 avatars neer te zetten. Ja. Om te kijken of het met op zich, de vragen zijn altijd hetzelfde. Dus als we doorvragen niet helemaal. Dus daar moeten we nog wel iets... Doet ook net alsof het helemaal niet uitmaakt wie je zit. Wel, jij met jou, jij neemt toch wel wat ervaring mee aan de tafel. Natuurlijk zijn we belangrijk steken. Ja. Daarom zijn we er ook al 6 jaar lang, iedere dinsdagavond. Dank voor het kijken. We danken zoals altijd de partijen die dit allemaal mogelijk maken. We zitten in Freedom Lab in Amsterdam. Dank voor de gastvrijheid. Dankzij Jetstream uit Groningen kun je live meekijken. Dankzij PQR is de website altijd up and running. En dankzij Bier & Co. drinken wij 2 in ieder geval deze Stone IPA. Stekel heeft al enige tijd zijn eigen sponsors. Maar dat moet dan maar. Oké, kijk je live, blijf kijken. Kijk je on demand. Dan weet je dat je ons complete archief kunt zien. Dank. Dag.